Mediaforum. Vandaag met Barbara van Beukering, hoofdredacteur van Parool, die net als ik net iets anders te doen heeft, geloof ik, als Geer en Goor op tv zijn. Je zat hoofdschuddend mee te kijken hier op onze site. Gert-Jaap Hoekman is er ook, hoofdredacteur van nu.nl. Het zal jullie niet ontgaan zijn, de Nederlandse Playboy bestaat 30 jaar... en voor die feestelijke gelegenheid is de nu 44-jarige Beertje van Beers uit de kleren gegaan. Barbara, jij leest net als ik de Playboy natuurlijk alleen vanwege de interviews. Nou, ik moet eerlijk bekennen, de laatste jaren lees ik de Playboy eigenlijk niet meer. Maar vroeger, en dan heb ik het over, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, las ik inderdaad de Playboy voor de interviews. Maar ook voor de rubrieken, het was echt een aardig blad. Ja. Ik kan me nog herinneren dat Guus Luiters, dat is een zeer gewaardeerd journalist wat mij betreft schrijven, die schreef daar altijd mooie stukken voor, goede interviews, filmverhalen. Ja, het was sterker nog, zal ik je verklappen. Ik ben wel eens gevraagd, ook, ik denk 15 jaar geleden, om hoofdredacteur van Playboy te worden. Ik dacht om in op de middenpagina Nee. Wat gaat ze nu vertellen? Ik ben nooit gevraagd om in mijn blootje te poseren, gelukkig niet. Maar om hoofdredacteur te worden. En dat vond ik heel eervol. Ja. En ik ben toen ook op gesprek geweest, want het was een goede titel, goed blad. En waarom deed je het niet uiteindelijk? Nou, ik wou wel. De Rob van Vuren, de bladendokter, die zag het niet zitten met mij. Want die vond, dat was trouwens een aardige discussie, die vond niet dat een vrouw hoofdredacteur kon worden van Playboy. Want, zei hij, jij kunt niet door mannenogen naar blote vrouwen kijken. Hij is volgens mij zelf toch hoofdredacteur geweest van FIFA? Dus je bedoelt, dat geldt het omgekeerde. Dat kan dan wel, maar daar staan geen blote mannen in. In de Anybody. Lees jij hem, de Playboy, voor, nog? Voor de boekrecensies. Serieus. Herman Brusselmans schrijft daar echt hele, hele grappige boekrecensies. Ja. En ik begrijp dat jij af en toe blader ik hem ook wel eens door. Want jullie zitten in hetzelfde pand, hè? Dus je staat als met de hoofdredacteur van Playboy in de lift. Ja. En zie je dan een zorgelijke man? Want het gaat natuurlijk ook met dat blad eigenlijk steeds minder. Omdat er zoveel aanbod op het internet bijvoorbeeld is op dit gebied. Nou, ik denk wel dat ze het lastig hebben, maar hij is niet echt zorgelijk. Ik denk ook niet dat je zorgelijk moet zijn als je die baan aanneemt. Want anders dan. Ik zou zorgelijk zijn als ik hoofdredacteur was van een Sanoma blad. Ja. Sowieso. Maar goed, het is even. Ja. Maar nog even, want die Playboy, wat ze nu dus doen is Beertje van Beers. Goed, die ken ik van vroeger dan, maar wat doet hij eigenlijk op dit moment? En die staat dan in zo'n blad, levert dat dan heel veel mensen op die zo'n blad gaan kopen? Nou, geen idee of dat voor Beertje van Beers gaat. Ik snap wel waarom ze voor wat oudere vrouwen gaan. Althans, dat zou ik ook doen als ik hoofdredacteur. Waarom dan? Ja. Nou, omdat ik denk, ik heb daar wel een beetje een bijzondere theorie over. Hoor. En dat is de huidige hoofdredacteur van Playboy overigens niet met mij eens. Maar ik meen dat het Viola Holt was. De best verkopende. Dat was de eerste volgens mij, toch? Ja, zij, een van de best verkochte. Nou, Patricia Pai heeft het ook erg goed gedaan. Ik heb daar een soort vergelijking, trek ik met het fenomeen kijkersfiles. Ja, ik denk dat je die lijn ik zou die lijn doortrekken en wat oudere mensen. Omdat het normaal, serieus wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je niet geïnteresseerd bent in het zoveelste soapsterretje die niemand kent, maar wel in misschien een beetje van Beers, Irene Moors. Misschien dat je inderdaad een meisje van 20 ligt voor de hand, die heeft een mooi lichaam en dat naarmate een vrouw wat ouder en rijper is, dat het misschien verrassender of spannender is. Maar waarom Beertje van Beers? Ik bedoel, neem dan, Linda de Mol zal het niet doen, maar neem dan inderdaad. Weet jij, zegt Irene Moors of iemand. Te onbekend vind jij Beertje van Beers? Nou, ik heb, wat doet Beertje van Beers? Nee, precies. Weet je geen idee. En dat is een echo uit het verleden. We wensen de Playboy veel succes. 30 jaar. Of ze de volgende 30 jaar volhouden, gaan we blijven volgen. Zometeen andere zaken uit de media in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws, Dorald Megens nu met het NOS Journaal. In Italië is de reddingsactie in volle gang voor de kust bij het eiland Lampedusa. Daar sloeg vanochtend een schip met mogelijk 500 vluchtelingen om en is gezonken. Italiaanse media melden dat er al 82 doden zijn geteld. Er zijn berichten dat er brand uitbrak voordat het schip zonk. Waar de vluchtelingen op het schip vandaan kwamen is nog niet duidelijk. Ouderen en gehandicapten hoeven niet bang te zijn dat de gemeente hen gaat dwingen om vrijwilligerswerk te doen. Ik ben voor een betrokken maatschappij, niet voor een voor wat hoort wat maatschappij. Dat is een belachelijk idee, zegt staatssecretaris Van Rijn in een reactie op de commotie rond een wetsvoorstel. Daarin staat dat gemeenten ouderen en gehandicapten kan vragen maatschappelijk nuttige activiteiten te doen. In Australië heeft een vader zijn 11 maanden oude zoon per ongeluk de hele dag in de auto laten zitten met fatale gevolgen. De man meldde zich aan het eind van de middag bij de crash om zijn zoon op te halen. En daar hoorde hij dat het kind 's ochtends helemaal niet was gebracht. Vader rende terug naar de auto en vond de baby dood op de achterbank.
En Peter Reewinkel stopt weer 1 november als burgemeester van Groningen. Heeft een nieuwe baan in Barcelona. In april was al bekend geworden dat Reewinkel geen tweede termijn als burgemeester ambieert. Zijn eerste termijn zou in 2015 aflopen. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is de hele ochtend al druk, Jurgen, op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf voor de grens tot aan Duiven is het langzaam rijden over 8 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En twee hoofdredacteuren in het mediaforum, Barbara van Beukering van het Parool en Gert-Jaap Hoekman van nu.nl. Volkert van der Graaf en het mogelijke proefverlof voor hem. Dat was dus gisteren groot nieuws. Nou ja, overal ging het erover. Paul Witteman, debat op 2-1 vandaag, RTL Late Night, Nieuwsuur. Allemaal gingen ze los, ook de journaals. Barbara, wat vond je van de berichtgeving? Nou, ik was gisteravond bij de première van Chez Nous. Over een erg leuke film. Ik heb alles gemist om die reden. Maar goed, ik kan wel ongeveer een inschatting maken van hoe zoiets gaat. Ik bedoel, we zijn natuurlijk zelf journalisten. Je weet, op het moment dat de ANP doorgeeft, hij gaat op proefverlof, dan denken we, oh ja, volgens mij, daar waren we namelijk al even vergeten. Hè? Hij zit al een poosje vast. En op dat moment gaan alle alarmbellen rinkelen en doen alle media hetzelfde. Namelijk, voor de verkeerde gevangenis gaan staan is natuurlijk een beetje onnozel. Ja, maar dat was allemaal op zoek. Ja, het NOS-journaal stond in Scheveningen, waar hij inderdaad de tijd heeft gezeten. Hij schijnt nu in Zwolle te zitten, ik wist het ook niet, maar goed. Zij stonden in Scheveningen. Dat had ook, we hebben even gebeld namelijk met de NOS. Had ook een logistieke reden. Want de verslaggever die moest ook, geloof ik, eerst ergens anders zijn in Den Haag. En nou ja, dat kon op die manier gecombineerd worden. Ja. Wat vind je van zo'n verklaring? Nou, ik moet zeggen, ik begrijp dat wel. Je moet toch, als je voor tv werkt, moet je ook een bepaald plaatje laten zien, toch? Ik bedoel, en of dat nou, hij heeft daar heel lang gezeten. Ja. Hij zit nu in Zwolle. Ja, het liefst laat je hem natuurlijk zelf zien. RTL stond bij het oude huis van Fortuin, waar ook helemaal niks gebeurde. Nee, dat vond ik vreemder, eerlijk gezegd. Ja, ik snap dat je ook daar naartoe gaat als idee. Maar vervolgens, ja, hij had geloof ik verwacht dat daar hoorden ze mensen met brandende fakkels zouden staan of met megafoons. Het was niet zo. Ik denk ook wel dat de conclusie, als je dan concludeert dat het bijvoorbeeld niet leeft onder mensen, vind ik een beetje vreemd. Ik denk namelijk dat zich dat op een heel ander platform afspeelt, namelijk het internet. Ik heb het even nagevraagd, maar bij ons op nu.nl, we hebben nu jij een soort reactievorm. Daar ging het echt helemaal los gisteren met mensen. En eigenlijk de conclusie die wij trokken was, het leeft nog bijzonder veel onder de mensen. Nou, we hebben gisteren Stand.nl erover gemaakt. Ik hoorde Joost Eerdmans heeft schijnbaar het onderwerp ook gedaan. Joost Eerdmans. Wel verrassend eigenlijk. Ja, waar kwam die nou weer vandaan? Maar in ieder geval, daar werd ook veel gereageerd op mensen. Dus inderdaad, het leeft nog wel. Ja. We zagen ook gelijk politici. Hè? Dus die raad heeft nu een soort advies neergelegd voor Teven. Die moet daar dus een beslissing over nemen. Maar politici reageerden al op basis van de mogelijkheid dus dat Volkert van der Graaf proefverlof krijgt. Wat vind jij daarvan, Barbara? Nou ja, ik heb begrepen dat PVV en VVD meteen hebben gezegd. En CDA ook. En CDA meteen. Die hebben gek gezegd, nou, dat moet gewoon niet gebeuren. Ja, wat vind je daarvan? Ik vind het vrij vrij overhaast snelle reactie, lijkt mij. Dus in die zin. Ja, want D66-Kamerlid Gerard Schouw die vindt dat zijn collega-politici niet hadden moeten reageren op alle vragen van journalisten. Dat legt hij uit. Laten we even luisteren. De heer Teven moet alle rust nemen, alle voor's en tegen's afwegen en dan een beslissing nemen. En ik vind niet dat politieke partijen, voordat Teven een beslissing heeft genomen, standpunten in moeten nemen. Politiek gaat daar niet over. Dat ligt nu bij Teven. Politiek moet zich niet bemoeien met individuele strafzaken. Want dat is natuurlijk de kern. Er gaan wel meer mensen op proefverlof. Nee, daar hoor je nooit een politicus over. Nee, ik ben het ook heel erg met hem eens. En gisteren zat Peter de Vries bij RTL Late Night, om dan nog even een bruggetje te staan. Daar was Beertje van Beers ook, overigens. En heeft je nog verteld wat ze deden? Nou, ja, toen ben ik afgehaakt. Maar zij zei daarin wel van, goh, wat zeg je dat toch goed, Peter? En eigenlijk, ik dacht hetzelfde. Want hij was genuanceerd. Nee, hij was heel erg van, natuurlijk moet de politiek hier niks over vinden. Ik bedoel, daar gaat de politiek niet over. Natuurlijk krijgen ze ook heel vaak brieven van ouders misschien wel, van de moordenaar van een kind, van goh, mijn kind. De moordenaar van mijn kind komt volgende week vrij. Kan je daar wat aan doen? Ja, nee, zo werkt ons rechtssysteem niet. Nee. Ik denk dat je gisteren weer pijnlijk zag hoe lastig wij om kunnen gaan met dit soort situaties. Want hij komt vrij. Dat is gewoon eenmaal hoe ooit. Nog niet over niet zo heel lang, toch? Over een jaar? Nee, volgend jaar. Dus en dan volgend jaar mei, 6 mei. Ja. Ik vond het trouwens wel grappig dat je aan de ene kant het gevoel had van, goh, is het alweer 12 jaar geleden? Hè? Dat proefde hij ook al een beetje in de reacties gisteren.
Dat had ik totdat ik naar Paul Witteman keek en ineens allerlei figuren weer zag. De chauffeur, de broer, inderdaad Joost Eertmans. Oscar Hammerstein met een indrukwekkende baard, moet ik zeggen. Ja. Mooier dan die van Plasterk, vond ik hem. Ja, die was maar het was ineens, dat leek ineens wel heel lang geleden. Stond er ook eigenlijk iemand voor zijn huis? Hij is toch nog getrouwd en hij had een kind toen? Of zijn vrouw was zwanger? Ik begin te denken. Zijn als journalisten zo ver doorgedrongen? Volgens mij niet. Hebben we niet gezien? Hebben we er alleen maar weer losgebabbeld? De wethouder in Harderwijk stond al in de Volkskrant de, vanmorgen. De burgemeester hebben we ergens gehoord. Nog één dingetje. Dat lieten we gisteren bij Paul Witteman ook nog even zien. De uitspraak van Mark Rutte in de verkiezingscampagne. Waar hem door, ik dacht Frits Wister, de vraag werd gesteld. Er komt een moment dat Volkers van der Graaf op proefverlof moet. Gaat u daar aan meewerken? Toen zei Rutte. Nee, en de minister die dat goed gaat keuren, die vliegt er gewoon uit. Oh, heel merkwaardig. En dat werd nog even vertoond. Ik weet niet of Rutte daar blij mee is, maar hij heeft het gezegd. Ja, en daardoor legt hij de druk wel heel erg op teven. Nou ja, gecombineerd met het feit dat zijn eigen partij in de Kamer al gezegd heeft dat het niet moet gaan gebeuren, lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat hij op proefloop gaat. Mede ook door dit, want Rutte kan dit er niet bij hebben. Ik denk dat Volkert, die zich nog wel een slachtoffer wordt van de bezuinigingsonderhandelingen. Ja, Rutte kan er misschien mee wegkomen dat hij noemde expliciet de minister. En de staatssecretaris gaat erover natuurlijk. Ja. Dus. Ik vond het eerlijk gezegd, en ik was heel blij dat fragment gisteren weer vertoond werd. Want het was echt wel een behoorlijk misplaatste spierballentaal, moet ik zeggen. Ja. Ik geloof dat in datzelfde verhaal hij ooit elke Nederlander 1.000 euro beloofde, Rutte. Dus het kan soms zijn dat je als politicus iets zegt waar je later van denkt, misschien zijn, ik denk dat we dan een discussie krijgen dat hij het zei als fractie voor, of als lijsttrekker, maar niet als minister-president. Ik denk dat daar zit nog wel een escape voor hem. Goed, we gaan naar het verhaal van de sportschrijvert. Want mensen denken misschien dat ik een spraakgebrek heb, maar die site heet echt zo, met een T erachter. Ja. We hebben net de initiatiefnemer gehoord. Barbara, is daar een markt voor, denk jij? Lange sportverhalen, literair misschien een beetje? Laten we even beperken tot lange verhalen. Ik geloof er gewoon niet in. Dus jaren geleden was er een initiatief van over een clubje hele goede journalisten, goede schrijvers, en die richtte het blad Torpedo op. Mm-hmm. En dat was echt bedacht van, volgens mij stond er ook op, columnvrij en rubriekvrij. Alleen maar mooie, lange auteursverhalen. Ja. Nou, die verhalen die waren allemaal prachtig, maar geen mens kocht het blad. Want het is niet doorheen te komen als je alleen maar lange verhalen hebt. En het staat ook zo haaks op de tijdgeest. Hè? Mensen hebben helemaal geen tijd om lange verhalen te lezen. Mensen hebben allemaal drukke levens en moeten hapsnap. En dan komen we met iets waar eigenlijk niemand toch niet op zit. Maar tegelijkertijd zou je zeggen, want je hebt wel gelijk wat je zegt, maar dat geldt nou juist niet voor sport, volgens mij. Als je kijkt naar de bestsellerlijst en zo, dan wat staat daartussen? Boeken over Van der Gijp, kan ik me nog iets mee inkomen? Ja, maar dat is een sappig boek. Dat heb ik zelfs gelezen. Johan Boskamp? Wil je daar een boek over lezen? Ik geloof er niks van. Hard gras gaat volgens mij best wel goed. Ja. Dus ik geloof Bart Smeets altijd met zijn boekjes. Ja, die boekjes van Bart Smeets lopen lekker. Het enige wat ik denk, en ik ondersteun dit soort initiatieven vaak, omdat ik het gewoon heel tof vind dat er heel veel nieuwe dingen gebeuren in de industrie. Dus ik ben daar blij mee. Dus ik wilde gisteravond fan worden, geloof ik dat heet. En ik kreeg het niet voor elkaar. Dan moet je een mailtje sturen, maar dan denk ik al een mailtje sturen. Dat is moeilijk toegankelijk. Ik wil helemaal geen mailtje sturen. Ja, dat is dan wel echt worden. Heel oliedom. Want, terwijl de correspondent. Daar ben ik dus gisteren lid van geworden. Ja. En dat is echt ontzettend toegankelijk en makkelijk. En met één druk op de knop heb je €60 overgemaakt. Nee, precies. En ook overigens de correspondent. Want dat juich ik ook van harte toe. En ik vind dat ook een heel sympathieke club met goede mensen. Maar ik was ook een beetje teleurgesteld. Heel lange verhalen. Vervelend al die lange verhalen. Lange verhalen, het wordt een beetje een soort. Het wordt inderdaad een modewoord van als het maar lang verhaal is, dan zal het wel goed zijn. Ja, dan is het diepgang en daar zitten we nu allemaal op te wachten. Het voelt voor mij een beetje als huiswerk. Een beetje onderzoeksjournalistiek, wat uiteindelijk misschien leidt tot een lang verhaal. Dat kan natuurlijk. Onderzoeksjournalistiek moeten wij ook blijven doen. Ja. Ik bedoel, dat moet gewoon altijd gebeuren. Maar ik bedoel, in een krant of in een tijdschrift zit dat ingebed in een omgeving van ook van een kolompje hier en een mooie foto daar en een rubriek. Een sandwichformule. Een sandwich, ja. Ja, en dat is niet voor niks zo bedacht. De correspondent heeft ook wel wat rubrieken. En dat, op zich is dat wel een slimme dag. En het is vooral heel veel tekst tot nu toe. Ik denk dat ze wel gaan ontwikkelen. En het voelt voor mij een beetje aan alsof ik huiswerk aan het doen ben. Voor je spreekbeurt. Ja, precies. Je moet nog even zeggen, die sportschrijver zit in een proeffase, geloof ik, van 5 maanden. Ja. Ergens in. Naam vind ik ook heel vreemd. Schrijvert, ja, dat is. Ja, ik snap dat er zitten volgens mij een aantal Rotterdammers tussen. Maar dan ben je meteen. Maar het idee, het principe wat erachter zit, juich ik best wel toe. Alleen.
naar de vorm. Nog even naar Opstelten en Plasterk. Die komen dus binnenkort met een wetsvoorstel om journalisten beter te beschermen. We hoorden daarnet al een advocaat over in ons mediajournaal. Die zegt, nou, het is echt belachelijk dat het allemaal zo lang duurt. Ja. Europees Hof heeft ons al 3 keer op de vingers getikt als Nederland zijnde. Barbara, wat vind je van het pleidooi van die jurist? Otto Volgenhand heet hij. Ja, Otto Volgenhand is een hele verstandige man. Is ook een tijdje onze advocaat geweest van een parool. Dus ik ken hem. Maar ik sta vierkant achter zijn analyse. En ik zou zeggen, laten we even naar onze naaste buren kijken, naar de Belgen. Die hebben dat gewoon prima geregeld. Ja. Laten we het ook zo doen. He, die wet is gewoon dat je... Ja, de rechter komt alleen aan te pas als er een misdrijf kan worden voorkomen. En hoe simpel kan het zijn? Hebben jullie bij het parool ooit zo'n situatie aan de hand gehad? Nee, althans niet dat ik me kan herinneren. Over bronbescherming bedoel ik dus. Hè? Dus dat we zijn er natuurlijk vaak mee bezig. Hmm. Het is onderdeel van ons dagelijks werk om te weten wel, dat moet je beschrijven. Maar zo'n zaak als deze, die... Ook in misdaadverhalen zo, want jullie hebben Bart Middelburg... Die veel misdaadverhalen schrijven, zo nooit daar last mee gehad. Nou, dat kan. Bart Middelburg gaat al een poosje mee. en ik nog maar 6 jaar, dus dat kan zeker wel in het verleden zijn gebeurd. Maar ik heb dat niet zo snel op mijn netvlies. Nee. Jij, Gert-Jaap? Nee, bij nu.nl, wij zijn pas sinds kort echt zelf heel veel grote verhalen aan het maken. Dus op zich, maar als het komt, ik zal niet uitzetten dat ik ook wel met die situatie te maken ga krijgen. Hoop ik wel inderdaad dat het beter geregeld is als het nu is. En als ik Otto goed hoor, duurt het allemaal wel heel erg lang. En in 2010, toen die uitspraak van Autoweek eigenlijk gedaan werd, daar stond ook al in eigenlijk van... Europa heeft eigenlijk toen al gezegd tegen de Nederlandse regering van jongens, doe wat aan die wet. Eigenlijk verbaast het me nog dat we... En ook met zo'n alles als wij hier zitten, daar eigenlijk niet veel een grote punt van gaan maken. Want het is eigenlijk een schande dat ze daar gewoon... dat ze dat aan hun laars lappen. Nou, als je hoort hoe dat gegaan is, ook dat andere... of eigenlijk de hele uitgeverij onder druk werd gezet. Het is een ultiem machtsmiddel dat in te zetten is. Tegelijkertijd, ik snap wel... Je komt ook meteen aan de discussie van... wie is dan een journalist, hè, en wat is dan een journalist? Want dat is natuurlijk met WikiLeaks en ook nu met Snowden wel een beetje het geval van... is die Glenn Greenwald, is dat nou een journalist of is dat een jurist? En geldt het dan ook voor hem? Ik snap wel dat het ingewikkeld is, maar... Dat is de man die de verhalen van Snowden naar buiten heeft gebracht. Maar doe iets. Voor de Guardian, Want het plan is nu dus om er een rechtercommissaris tussen te zetten. Die moet dan altijd toestemming geven aan justitie en politie om eventueel onderzoek te doen. Is dat dan genoeg waarborg voor ons journalisten, Barbara? Nou, het lijkt me een stap in de goede richting. Ik vind het wel lastig. Ik bedoel, in de gevallen van als je al iets gepubliceerd hebt en dan wil je weten wat de bron is, dan begrijp ik het wel. Maar als je kijkt naar die zaken, de AIVD, ging het gewoon ook om het afluisteren van telegraafjournalisten. Weet je wel, hoe ga je daar. Dat werkt helemaal niet, want dan ga je vooraf zeggen: mag ik toestemming om deze mensen af te luisteren? En dat zien we dan al, dat die vraag komt. Dus dan weet je al dat je afgeluisterd wordt. Dat lijkt me zeer onpraktisch. Ja. Heb jij het gevoel dat journalisten steeds meer dan een prooi worden voor justitie en makkelijker worden opgezocht? Nou, dat is natuurlijk wel aan de hand. Daarom is het ook goed om dit voor eens en voor altijd natuurlijk goed te regelen. Maar ik denk wel dat journalisten, en dat heeft misschien ook heel simpel gewoon met de techniek te maken. Hè? Mm. Wij zitten nu met een aantal media in het PubLeaks. Hè, heet dat? Wij zitten er ook bij. Jullie zitten er ook bij. Oh, zeker. Daar kunnen klokkenluiders zich melden met verhalen. En die worden dan door een van die media die bij dat PubLeaks is aangesloten, uitgezocht. Je geheel anoniem, zeg maar zeggen, aan klokkenluiden. Zeg maar zeggen. En dat is natuurlijk toch waar mensen vaak bang voor zijn. Nou ja, dat is natuurlijk. Ik moet zeggen, bij ons, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar onze mailbox zit wel vol. Ja, nee, zeker. Hij stroomt vol. Maar heeft dat ook al een verhaal opgeleverd bij jullie in de krant? Nee, bij ons nog niet concreet. Volkskrant had volgens mij meteen de volgende dag gewoon, kijk, het werk. Ja. Nou, we zoeken een beetje. Bij jullie? Nee, nog niet. Nee, inderdaad, die voorbeeld, je ziet wel dat heel veel klokkenluiders iedereen aanschrijven. Dus die voorbeelden die in de Volkskrant stonden, die hebben wij ook gezien. We waren nog een beetje bezig met research, maar de Volkskrant was ons... En trouwens, NRC... Ja, precies. NRC had ook een stuk trouwens over dat internetknooppunt. Wat naar Amerika wilde verhuizen, geloof ik. Dat kwam ook via PubLeaks. Dus op zich, het leven aan, ik denk dat dat goed is. Want het is niet zozeer een makkelijke prooi. Maar je ziet gewoon dat de Nederlandse overheid heel veel middelen inzet. Heel veel machtsmiddelen inzet om eigenlijk gewoon aan informatie te komen. Of informatie te verhullen. En ik denk dat we daar scherp op moeten blijven. Ja. Fijn dat jullie hier waren voor het Mediaforum. Barbara van Beukering en Gert-Jaap Hoekman. Dit is Radio 1. Lunch.